Welkom bij Simpel NFT. Vandaag de top 10 beste rewards van mijn fans en de Nederlandse YouTubers. Wil jij ook dat jij naam hierin komt als jij een goede reward hebt? Wat je even moet doen is, je moet mij gaan volgen. Simpel NFT op Sorare, dan staat er een volg bij mij en dan volg ik jou terug. En dan kan ik zien hoeveel jij bent geworden en kan ik jou misschien ook in de top 10 lijst zetten als jij een zieke reward hebt gewonnen. Dan gaan we nu naar de eerste. En de eerste is geworden Lucasje. Lucasje heeft in de cap 240 een reward gewonnen. En hij is 748ste geworden met 317,80 punten. Wat voor reward hij heeft gewonnen, gaan we even kijken. Hij is nummer 10 in deze lijst. Hij heeft Milton Casco gewonnen voor €3,41. Op zich een leuke reward. Hij was 748ste geworden. En daarmee maakt hij de nummer 10 van deze lijst. Dan gaan we naar de volgende. En dat is Desley. En Desley heeft in de Challenge Europe meegedaan. En hij heeft 394 punten gehaald. Heel veel punten zijn dat. Hij is 221ste geworden. Maar zijn reward die valt wel tegen. Ik ben benieuwd in de comments wat jullie van deze reward vinden. Vinden jullie het een beetje aan de lage kant voor een tier 2? Of vinden jullie het gewoon prima? En dat is deze speler van Galatasaray. Die kost €7,60 op dit moment. Ik denk dat... Ja, hij was best wel een hoge tier 2. Ik denk dat hij wel wat meer had verdiend dan €7,60. Laat even weten in de reacties wat jullie daarvan vonden. Dan gaan we naar de volgende. En dat is Gilles van Dijk. En die heeft een rare reward gewonnen in de cap 240. En hij is 450 geworden. Hij had 311 punten gehaald. Zoals je ziet, dit zijn spelers. Op zich een prima score. Ook de threshold natuurlijk bereikt van €50. Heerlijk, maar die rekenen wij niet erbij. We rekenen alleen de kaarten erbij van de prijzen. En Gilles van Dijk, ja, die is dan 450 geworden. Ik denk dat het een tier 3 was, want de prijs was niet zo heel hoog. Hij had Fali Jiménez gewonnen van Cadiz en die is op dit moment €12,88 waard. Is niet heel veel, maar ik denk dat hij wel blij is met de threshold plus die €12. Maakt ongeveer toch weer €62. Dus prima gedaan. Dan gaan we naar de volgende en dat is Bjorn GLZB. En die heb bij de All-Star Divisie is hij 490ste geworden met 390 punten. Dit was zijn team. Op zich een prima team. Mooie scores gehaald natuurlijk. En dan gaan we even kijken wat zijn prijs is geweest. En zijn prijs is Warmet Omari en die is €13,34. Ja, dat is iets meer dan die rare. Daarom is hij nummer 7 op dit moment. Dan gaan we naar de nummer 6. En dat is Myron Onsore. Deed mee in de cap 220. Moeilijke divisie, maar is 39ste geworden met 368 punten. Heel knap. Mooie scores behaald. 94, 97, 50, 47 en 78. Had natuurlijk wel nog wat, misschien wat meer kunnen zijn. Maar verder een prima scoren. En dan gaan we even kijken wat Myron Onsore heeft gewonnen. Dan gaan we even naar transactions. En dan zien wij dat hij heeft gewonnen Fusato. En Fusato is €19,38 waard. En dat maakt Myron de nummer 6. En dan gaan we nu naar de nummer 5. En de nummer 5 is Yusro. En Yusro heeft een prijs gewonnen in de cap 240 en is 112ste geworden van die competitie. Hij had Ten Hale opgesteld uit heel van NEC en van Groningen. Prima score gehaald, 112ste. En dan gaan we even kijken wat zijn reward is geweest. En zijn prijs is Manuel Riemann geweest. En Manuel Riemann is op dit moment €20,47. Is een keeper van Bochum. Keept elke wedstrijd, maar krijgt wel heel veel doelpunten tegen. Maar prima reward en dit maakt de nummer 5. Dan gaan we nu naar de nummer 4. En de nummer 4 zit in de All-Star Divisie en is Cas Jansen. Met 406 punten. Dit was zijn team. Phil van Genk, Munoz, Tresser, Painsil, uit Sasaki en Jean Boutes. En dat maakte bij elkaar 406 punten en is hij 254ste geworden in de All-Star Divisie. En dan gaan we even kijken wat voor prijs hij heeft gewonnen. En zijn prijs die hij heeft gewonnen
was Jonathan Vieira en die was €24,20. Prima reward. 33 jaar, wel aan de oude kant, maar zeker een mooie reward. Dan gaan we naar de nummer 3 en de nummer 3 is Focus hier. Natuurlijk de grootste YouTuber uit Nederland op Zora. En hij heeft in de rare divisie bij de Cap 220 een prijs gewonnen. En hij is 134 gewonnen met 309 punten. Dit was zijn team. Hij had een score van 53, 96, 52, 36 en 70. Dan gaan we even kijken wat voor reward hij heeft gewonnen bij Transactions. En dan zien we Miguel Alfarela. En die is €32,96 waard op dit moment. En dan gaan we nu door naar de nummer 2. En de nummer 2 is Carroll. En Carroll die heeft gewonnen in de onder 23. En hij is 65ste geworden met 391 punten. Hij had Sugawara, Vermeeren, Fleming, Kokju en Van der Voort. En dat maakte hem plek 65. En dan gaan we even kijken wat Carroll heeft gewonnen. En Carroll heeft Geertruiden gewonnen. En dat is €37,70 waard. Dat maakt de nummer 2. En Basti Stentje, ja, die heeft natuurlijk echt iets heel moois bereikt. Hij is tweede geworden met 458 punten in de Rare Pro onder 23. Dit waren scores niet normaal. Heel ziek. En ja, we gaan even kijken wat hij heeft gewonnen. En Basti Stentje heeft gewonnen bij Transactions. Georgi Mamardashvili. Ik wil het niet, eigenlijk niet eens uitspreken die naam. Maar die is €2283 waard. En hij is ook nog tweede geworden. Voor mij heeft hij ook nog plus 300 zoveel gewonnen. En dit maakt ja de nummer 1. Zeker weten. Dit is echt een heel groot bedrag. En als je deze video leuk vond, laat een like achter. Dan komt er volgende week weer een top 10. En dan zie ik je bij de volgende video. Laat eens.